This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes Podcast, 23 oktober 2019. Dit is het bulletin van woensdag. Nou, ik zit niet zo fantastisch in mijn vel. Ik heb zeer slecht geslapen. Vervolgens versliep ik me. En dat gaat bij mij nooit altijd heel goed. Of nooit altijd goed, hoe zeg je dat? Dat leidt tot niks als ik uitslaap. Daar kom ik altijd minder uit dan dat ik, dat ik niet uitslaap. Ik kan desnoods beter minder slapen dan uitslapen. Maar goed, toen moest ik dus als een gek aan het werk. Nou, ik kom ook lekker uit mijn woorden wel. Maar toen moest ik dus als een gek aan het werk. En dat heeft eigenlijk tot anderhalf uur geleden geduurd. En toen was ik aan het einde van mijn koeterwaals. Tenminste, als je Latijns koeterwaals wilt noemen. Maar dus ik zit nu een beetje te dubben wat ik qua uitzending ga doen. Ik heb mijn kruid vandaag al een beetje verschoten, vrees ik. En sterker nog, ik moet vanavond ook nog een hele put doen. Want ik heb een hoeveelheid werk aangenomen en die moesten ze eigenlijk allemaal vandaag hebben. Maar goed, ik heb een deadline tot morgen weten te verschuiven. Maar het merendeel van de deadlines morgen aan het begin van de dag of voor 10:30. Dus ik moet het leeuwendeel van het werk wel vanavond doen. Dus dat wordt nog een slijtageslag. Goed, tot zover de bespiegelingen van de werkdag hier. Ik heb koffie. Ik weet niet of het begin te horen was, maar er zat ook wat geroer. Het kan wel zijn dat ik het eruit geknipt heb. Geroer leidt ook tot niks. Ik begin vandaag met een kattenverhaal, een Roderick verhaal. Vanochtend viel het me op dat Roderick in het geheel geen eetlust had. Roderick is mijn kater van een ruim jaar oud. En dat weinig eten is iets waar je bij katten op moet letten. Als katten langer dan 24 uur lang niets eten, dan is er een flinke kans dat ze leververklevingen krijgen. En die kunnen eventueel dodelijk zijn. Echter, zo pas werd de waarschijnlijke oorzaak duidelijk. De zak met het dure dieetvoer, met daarin nog voor bijna een week eten voor Martine, die was verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk heb ik die niet absoluut direct opgeborgen. Roderick heeft het eerder gepresteerd om in hooguit 2 seconden niet opletten het dieetvoer van Martine weg te snijden. Het ging meestal om zakjes met voor een halve dag aan natvoer, maar hij heeft eerder een vergelijkbare hoeveelheid van die harde brokjes ook achterover gedrukt. Als hij zo'n verpakking te pakken heeft, dan duurt het ook maar een seconde of 2 voordat hij er met zijn nagels grote scheuren in heeft gemaakt. Hij is werkelijk stapelgek op dit voer. Het is veel lekkerder kennelijk dan het goedkope voer wat hij normaal krijgt. En hij maakt vaak de pedalen emmer open zelfs. Ook als ik die met verpakkingstape dichtplak rondom. En dan haalt hij daar de lege verpakkingen uit. Die voorziet hij dan van scheuren. Keurig recht en ook nog precieze haaks op de randen meestal, of een heel klein beetje schuin. En die scheuren die zitten ongeveer 1,5 centimeter van elkaar. Hij gaat dan op de zakjes staan om de laatste beetjes van de saus eruit te knijpen en die likt hij dan op. Lange tijd had ik dit soort dingen gewoon op de kast staan in de keuken, de voervoorraad. Op een gegeven moment viel het me op dat Martine kennelijk wel een beetje te veel at. Die heeft ooit overgewicht gehad, dus dat moeten we niet opnieuw hebben. Maar die zakjes die waren toch wel heel erg snel op. Pas na een week of 2 was duidelijk dat Roderick niet alleen de lege zakjes uit de pedaalemmer haakte, maar ook de volle bovenaf de kast. Op de vloer opengekrapt zien die er precies hetzelfde uit als de gebruikte uit de pedaalemmer als ze eenmaal leeg zijn. Ik heb geweldig zwak voor dat beest en tegelijk snap ik dat dit geringe verschil tussen goed en kwaad voor hem absoluut niet voor de hand liggend is. In plaats van boos te worden of zo, berg ik het voer dus maar tegenwoordig achter slot en grendel op in een ruimte waar Roderick niet vaak komt. Dat gaat altijd goed. Tenzij ik dus met mijn slaperige hoofd een keer de zak met de voer voor een week in de keuken laat staan, onbewaakt. Ja, wat hebben we allemaal vandaag? Nou, gisteren werd bekend dat Nederland op de vingers getikt is, omdat het een surveillance nation aan het worden is. Volgens de Verenigde Naties, dus de commissie die gaat over de privacy. En Nederland heeft een systeem waarbij gegevens van mensen verzameld worden, Siri heet dat.
met verschillende hoofd- en kleine letters. Het is ingewikkeld, het is net geen Syrië, maar dat is een afkorting, een acroniem. Maar in ieder geval, wat ermee gedaan wordt, is dat een aantal zaken die bij de overheid in bezit zijn, aan gegevens, die worden met elkaar gecombineerd. En daar wordt artificial intelligence op losgelaten. En met artificial intelligence is niks mis. Nou kom ik ook daar niet uit mijn woorden. Artificial intelligence, daar is dus op zich niks mis mee. Ik was daar in de jaren 80 een groot fan van. Ik heb ook verschillende programma's gemaakt daarmee. Onder andere zelfs een keer een vertaalprogramma wat redelijk goed werkte. Maar wat wel heel veel extra programmeerwerk nog vergde. En ik had geen zin. Ik ben geen programmeur dus. Tenminste, ik kan het wel, maar ik wil het niet. Ik vind het niet leuk. Maar in ieder geval artificial intelligence, daar is niet zoveel meer mis. Je kunt alle technieken voor goede, zowel als slechte dingen gebruiken. In ieder geval wat er gebeurt is dat allerlei dingen uit al die bestanden worden samengevoegd. En daar worden dan gemeenschappelijke kenmerken uit geconcludeerd. Die kenmerken worden opnieuw op een database losgelaten. En daar komen dan een aantal namen uit van mensen die aan dezelfde criteria voldoen dan mensen die wel eens over de schreef gingen. En dus krijg je dat iemand die op het mussenpad woont, op een oneven nummer, die komt dan wel in aanmerking voor een onderzoek. En iemand die aan de overkant woont, omdat toevallig een aantal mensen, of het aantal mensen dat op even adressen woont, dat problemen veroorzaakt minder is, die krijgen dan geen aandacht. En dat gaat zover dat ze vragen dus ook de gegevens van een aantal particuliere clubs op, onder andere de waterleidingbedrijven. En als, ze gaan er dus vanuit dat een persoon 45 kuub aan water gebruikt in een jaar. Is dat nou beduidend minder, dan denken ze dat die persoon niet op zijn eigen adres woont. En dan gaan ze denken van, oh wacht eens even, die heeft een partner en die hebben een gemeenschappelijke huishouding. Dus gaan ze zoeken wie zou die partner kunnen zijn en vervolgens gaan ze zo iemand dan aanpakken. Dat het een heel andere reden heeft dat iemand 5 kuub water gebruikt per jaar, omdat hij bijvoorbeeld in een regelmatig in het ziekenhuis heeft gelegen. Dat doet dan verder niet de zaken en dat is heel pijnlijk als ze dan met zoiets bij je komen. Als het verbruik meer dan het dubbel is, dan komen ze ook langs. Want dan denken ze dat er meer mensen op het adres wonen dan dat er volgens de burgeradministratie ingeschreven is. Hoezeer dit fout kan gaan, blijkt uit het volgende voorbeeld. Heel uit het begin van dit soort technieken, dat is al 30 jaar oud. Dat was een apothekenketen in de Verenigde Staten. En wat die dus deden, als een vrouw stopte met de pil, dan concludeerden ze daaruit dat die vrouw zwanger was. En dan kreeg hij dus een babypakket met allerlei producten voor het aanstaande kind. Ja, daar zaten dus, punt 1 zat er een meisje tussen. Die, waarvan de ouders helemaal niet mochten weten dat ze voorbehoedmiddelen gebruikten. En die gebruikte dus voorbehoedmiddelen en stopte er op een gegeven moment mee. En toen kregen de ouders, die kregen zo'n pakket toegestuurd. Ja, verklaar dat maar eens. En ook kregen vrouwen die bijvoorbeeld waar de baarmoeder was weggehaald bij een operatie vanwege een ziekte als kanker. Dan werd dus ook zo'n felicitatiepakket gestuurd. Nou, dat soort dingen wil je dus niet. Bovendien is dat willekeur. En iemand is pas schuldig en mag pas lastiggevallen worden door de overheid. Zo is dat in de grondwet vastgelegd en ook in internationale verdragen. Ik zie dat niet zoveel in artikelen dat dat zo is. Maar het is wel zo. Je mag niet lastiggevallen worden als er geen verdenking tegen je is. En die verdenking is niet artificial intelligence die denkt van, hey, we zullen die meneer eens even opzoeken. Dat is niet zo het gaat. Nou ja, kortom, er is een club die heeft volgende week een rechtszaak lopen in Den Haag. En die hebben de Verenigde Naties erbij geroepen. Een club, het zijn een paar bekende kunstenaars, schrijvers en een privacy organisatie. Het hele zaakje baseert zich op een wet uit 2013 en een aanvullende wet uit 2014... En het is nog niet zo dat het in heel Nederland gebruikt wordt. Er zijn wel plaatsen waar er wel gebruik van gemaakt wordt. Het is wel voor alle gemeentes beschikbaar. In Rotterdam is het gebruikt en daar is het op een gegeven moment onder druk van rechtszaken door de FNV is het stopgezet. Daar doen ze dat dus niet meer. Maar ja, men wil dus nu dat algemeen afschaffen. Het gaat inderdaad wel verder. Het probleem is niet alleen, kijk, volgens de experts is de besparing relatief gering. En zeker als je dat vergelijkt met de mate van inbreuk. Nou is wel het systeem erg goedkoop. Dus, maar ja, als iets goedkoop is, moet je het dan doen. Hè? Het is ook heel goedkoop om de mensen gewoon een spuitje te geven. En ik bedoel, het is lullig gezegd, maar dat is ook heel goedkoop. Dus je moet daar wel, hoe zeg je dat? Je moet daar wel je ethiek op loslaten. En het middel is erger dan de kwaal. Er was een gemeente die zei van ja, we besparen 200.000 euro op jaarbasis. Ja, is dat veel? Ik weet niet hoeveel mensen er in die gemeente wonen. Maar de vraag is, wil je dat? En het is nu zo
Kijk, dit, als dit geaccepteerd wordt, dan is het dus kennelijk acceptabel voor een bepaalde bevolkingsgroep. Nu zijn het mensen die met de uitkeringen frauderen. Laat me wel wezen, je hoort met uitkeringen niet te frauderen. Laat dat wel wezen. Dus daar zijn we het allemaal volstrekt over eens. Maar dat dat gebeurt en niet 100% tegen te gaan is, ook niet met dit soort maatregelen, dat staat ook vast. En dan is de vraag, moet je dat beetje extra wat je daaruit haalt? Nou, misschien haal je wel 40% extra mensen die je op die manier tevoorschijn tovert. Maar weegt dat op tegen de overlast? Ik kan me nog een artikel van jaren geleden uit de FIFA herinneren. Toen gold het nog de tandenborstelcontrole. En er was een meisje en die had ooit met een jongen samen een huis gedeeld. Die jongen daar had ze verder niks mee, dat was een medestudent. En ik geloof ook op basis van dat ze dus de tandenborstel in hetzelfde bekertje zetten, was geconcludeerd dat zij een relatie hadden. En dat kreeg zij vervolgens niet teruggedraaid. En ze vond het heel belangrijk, punt 1, dat ze voor het huwelijk niet met iemand naar bed ging, want ze was religieus. En vond dat heel belangrijk. En vond dus ook dat ze niet kon samenwonen met iemand en wilde dat dus ook niet in de papieren hebben. En die kreeg dat dus niet teruggedraaid. dat zijn allemaal uitvloeisels van dat soort dingen. En ja, ik zet het toch wel. Ik zie veel over privacy, ook over apps, wat die allemaal kunnen tegenwoordig. Je hebt bijvoorbeeld apps die voorspellen jouw dagbesteding. Hoe zeg je dat? Nou, dagbesteding, dat klinkt zo therapeuterig. Hoe zeg je dat nou? Ja, ik ben echt niet op mijn helders vandaag hoor, maar. maar die schatten dus in wat jouw bezigheden zijn op de dag. En als jij elke dag om 6 uur in de trein zit, behalve vrijdag. Dan weet hij waar je uitstapt en dan geeft hij, stel dat je in slaap valt, oh zo handig, dan geeft hij dus een kwartier voordat je moet uitstappen als het een lange reis is of anders korter voor de tijd, geeft hij even een signaaltje zodat je weet dat je moet uitstappen. Het nadeel daarvan is wel dat in het land van de fabrikant, dat kan China zijn of de Verenigde Staten of ergens in Scandinavië of noem maar op, dat op de server van de fabrikant van dat ding of gedistribueerd over de hele wereld, dat daar dus bekend is wat jouw dagindeling is. En er hoeft dus maar iemand te hacken en die weet dus precies waar je uithangt. Ik weet het niet hoor. En ik zou eigenlijk wel willen voorstellen dat er eens gekeken wordt naar welke politici van dit soort dingen gebruik maken. Want als China bijvoorbeeld in het hoofd zou hebben van nou, we willen die politicus uitschakelen, want wij zijn iets gemeens van plan. Dan weten ze precies waar die zich uithangen en wat hun patronen zijn in hun gedrag. Dat is een heel ernstig veiligheidsrisico. Ik denk wel dat het bij die mensen afgeschermd is, maar bij mensen op een iets lager niveau. En die gegevens zijn toch grootschalig beschikbaar, ook in de Verenigde Staten. Sommige apparaten komen uit de Sovjet-Unie. Merkwaardig dat daar zo weinig drukte over is. Goed, ik ben aardig op dreef inmiddels. Ondanks dat ik dan niet zo goed uit mijn woorden kom misschien. Maar nou ja, voor mijn doen, hè. Dat zegt altijd ook wel wat. Maar ik zoek de laatste tijd steeds lastiger. Ik backup op dvd's. Dat doe ik al heel lang. Maar je ziet dat de laatste tijd. Wat ik vaak doe is dat ik dvd's van een verschillend type en verschillende merken gebruik. Omdat die allemaal een verschillende veroudering hebben. En dus ook de foutenkans verschillend is. En de ene blijft misschien goed en de andere niet. Dus de dingen die ik lang bewaar, die sla ik op meerdere systemen op. Maar het is steeds moeilijker om dvd's van verschillende merken te kopen. Punt 1 zijn er een paar dominante partijen. Veel komt er uit dezelfde fabriek ook. Ook van verschillende merken. Maar het aantal merken is ook drastisch afgenomen. De verkrijgbaarheid voor redelijke prijzen die is ook niet hield ten opzichte van tot nou een jaar of 3-4 geleden. En toen zat ik me dus zo af te vragen van nou, is het misschien niet zo dat mensen steeds meer in de cloud gaan backuppen? Want dat is natuurlijk heel handig. Ik heb daar toch altijd zulke grote problemen mee gehad. Om dezelfde redenen die ik net kenschetste. De ene keer is het een overheid die in jouw gegevens zit te grabbelen. De andere keer is het een andere club. En je zult maar hebben dat je bij een vrij klein, bij de grote bedrijven zal het misschien niet gebeuren. Maar dat je bij een vrij klein bedrijf in de cloud zit te werken. En dat bedrijf vervolgens door criminelen wordt overgenomen. En dan zeggen die criminelen van ja, maar wij hebben hier al jouw gegevens. Inclusief die van de bank en van je bedrijf en noem maar op. Dat is vast wel wat waard. Dus laten we het maar eens even op slot zetten. En als jij een halve ton betaalt, als jij een halve ton betaalt, dan ontgrendelen we die zaak weer. Hè? Dus dan hoeven ze niet eens,
hoe noem je dat, van die ransomware te gebruiken. Dan kunnen gewoon zo'n bedrijf kopen. En volgens mij zijn criminelen die voldoende goede ransomware kunnen maken, zeker financieel in staat om een middelgroot hostingbedrijf voor cloud services over te nemen. Ik bedoel maar. En ze kunnen zo'n bedrijf verder ook helemaal leegtrekken, alle financiën op een Zwitserse bankrekening zetten of ergens anders waar het geheim is. En vervolgens halen ze nog eventjes in de stuiptrekkingen van het bedrijf een paar van dit soort streken uit om dan nog eventjes de gaatjes op te vullen. En dat is allemaal mogelijk. Door de cloud. Dus ik was toen die cloud opkwam ook doodsbenauwd dat er geen harde schijven meer te koop zouden zijn. Maar gelukkig valt dat nog wel mee. Maar aan dvd's kan ik toch moeilijk komen. Dus ik zit nou wel te kijken, zou ik niet een ander... In het verleden had ik van die cassettes, zo'n tape streamer. Maar dat ging ook niet goed. Want ik had dus een tape streamer. En er kwam er een nieuwe uit en daar ging een grotere. Maar dat was downwards compatible, hè, stond erbij. Maar er stond niet bij dat het maar één versie downwards compatible was. Dus ik kocht een nieuw systeem toen de oude versleten was. En toen ging ik op die grotere dingen. Nou, die kleintjes die pasten erin en dat werkte nog gewoon. Maar toen kwam er weer een opvolger. En toen kon ik ineens verschillende van die kleintjes niet meer lezen. Terwijl ik dus pas een nieuwe gekocht had. Toen ik toen de oude kapot was. Dus sindsdien backup ik op optische media. Omdat dat eigenlijk een medium is waar wat vrij algemeen is. En ik doe daarnaast toch backups op harde schijf. Één keer in de zoveel tijd. Stel dat die dingen ineens toch niet meer leesbaar zijn, dan kun je toch altijd de harde schijf nog gebruiken. Nou, je kunt daar ook heel ver in gaan. De risico's die je neemt moeten redelijk zijn. Of de risico's die je uitsluit eigenlijk. We hadden vroeger een systeembeheerder, maar ja, dat was in de tijd dat er nog veel minder werd opgeslagen. Maar die systeembeheerder die printte alle software uit, zodat hij dat eventueel opnieuw kon inscannen. En het dan toch niet kwijt was. En dat ging ook om gekochte software, maar ook om dingen die hij zelf gemaakt had. Ja, nou is de kwestie, doen we ook nog wat over zendamateurisme. Ik weet eigenlijk niet zoveel meer over QRP te vertellen, want dat is toch wel een beetje uitgemolken. Het is ook niet, ik heb eigenlijk de apparatuur, de fabrikanten heb ik behandeld. Er zijn al wat fabrikanten die ik niet onbehandeld of niet behandeld heb. Maar dat hebben we toch allemaal gehad. Er zijn eigenlijk niet specifieke QRP-antennetypen, hoewel draadantennes en pijlen en bogen toch wel veel voorkomen. Of een draad aan een steen die je een boom inslingert. Maar en van die moderne glasfibermasten die er sinds een jaar of 10, 15 zijn, dat zijn dingen die toch wel veel gebruikt worden. Zeker als je met een QRP-apparaat onderweg gaat thuis, kun je daar natuurlijk gewoon een normale antenne voor gebruiken. Maakt eigenlijk geen verschil, zij het, dat je toch op een QRP-antenne denk ik wat meer je best doet. Omdat je niet wilt dat er ergens nog wat vermogen weglekt. En dat is bij 100 watt veel minder belangrijk als je daar 50 watt kwijtraakt. Dan merk je daar doorgaans niets van. Hè? Ja, er zal ergens misschien rook uitkomen. Maar bij QRP is dat wel dramatisch. Als je dan 3 dB terugloopt, dan ga je het toch wel merken. En zeker als het ietsje meer is. Dus daar moet je wel op passen. Voor QRP zijn er ook een aantal antennetuners. Je kunt natuurlijk een heel gewone antennetuner gebruiken. MFJ maakt een QRP-tunertje dat niet super klein is. Er zijn ook hele kleine tunertjes, die zijn vaak wat eenvoudiger. Die hebben een éénknopsafstemming. Er zijn dan maar voor een beperkt aantal antennetypen en een beperkt aantal banden geschikt. Veel gebruikt zijn tuners, de zogenaamde wire tuners of long wire tuners. Maar ze kunnen ook voor korte draden gebruikt worden. Dat zijn tuners met alleen een spoel die regelbaar is of schakelbaar. En een afstemcondensator. En zo'n ding stemt in het normale geval hoogohmig af. Dan is de draad te kort. Hè. Dan is die kort in opzet van een kwart golf, zeg maar. Of een veelvoud ervan. En als je dus naar een lage impedantie toe wilt, dan kun je gewoon in een uitgang omdraaien. Dus dat werkt op die manier. Nou, dat zijn eenvoudige tuners. Je krijgt daar de SWR niet absoluut mee 1-op-1, wat je met een 3-knops tuner wel vaak krijgt. Maar ja, met een elektronische tuner krijg je vaak ook niet helemaal 1-op-1. Want die schakelen, die regelen niet. Dus die benaderen het altijd maar. En die hebben dan wel 3 afstempunten meestal. Tenminste, denk ik. Ja, wat ik ervan weet is dat zo. Maar die hebben relletjes die schakelen. Dus dat gaat toch per definitie in stappen. En ja, maar goed, als het onder de 1-op-1,5 blijft, is het niet een probleem, hè. Dus ja, je kunt voor QRP zo'n tuner gebruiken.
Ik weet niet of er eigenlijk verliesarme tuners gebruikt worden of te verkrijgbaar zijn. Dat heb ik nooit aangetroffen. Tenminste, dat als argument wordt genoemd voor QRP. Je zou je wel voorstellen dat dat... tik tegen mijn microfoon aan. Je zou je wel voorstellen dat dat wellicht zinvol is. Ik weet wel dat een van de meest populaire tuners, dat is die van MTech. Dat is wel een heel leuk ding trouwens. Daar kom ik zo ook nog even op te spreken. Maar daar zitten afstemcondensatoren in met folie ertussen. Hè, zoals die in de middengolfradio zitten. Die geven dan wel wat meer verlies. Maar ook weer niet zoveel dat het kennelijk een probleem is. Maar goed, er zijn van allerlei soorten tunertjes. En met name als je heel kleine transceivertjes hebt, waarvan er toch ook een aantal zijn, dan zul je toch die tuner ook niet te groot willen. Ik heb bij de Mountain Topper heb ik zo'n heel klein tunertje wat voor 3 banden is. En daar zit 1 knop op. En die stemt ofwel een halve golfantenne af of een dipool, dacht ik. Maar het laatste weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval een halve golf is die geschikt voor. En dan ook maar voor 4 banden. 1 band meer dan dat die Mountain Topper doet. Verder heb je dus de traditionele tuners die ik al noemde met 3 knoppen. En daar is dan vaak, maar er is altijd 1 de inductie van en de andere 2 zijn afstemcondensatoren. Dat MTech tunertje, dat is bijzonder, want het gebruikt een bijzondere manier van afstemmen. Daar krijg je hem wel helemaal mee 1-op-1, maar die heeft toch maar alleen maar 2 afstemknoppen. Ik weet eigenlijk niet zo snel het schema hoe dat werkt. En daar zit ook een meetbrugje in plaats van een SWR-brugje voor de aanpassing. Die werkt dan met een ledje, maar op zich is dat voldoende. Vroeger op schepen was het zo dat ze niet eens een echte antennetuner hadden. Dat waren dan zenders met buizen. En daar zat een plate en een load in, net als dat er in amateurtransceivers met buizen zat. En waarschijnlijk eentje die net iets meer impedantiebereik had dan dat een amateurtransceiver had. En zo'n scheepszender, dat was 400 watt was dat. En dat ging gewoon vanaf de bovenkant van de zender, daar zat een dikke isolator op. Daar ging een koperen pijp aan en die koperen pijp die ging met afstandhouders langs de wand in de radiohut en vervolgens door een isolator naar buiten. En dan naar een draad tussen de 2 masten van willekeurige lengte. En op het punt waar die draad de radiohut verliet, daar zat dan een neonlampje wat op maximaal moest worden afgestemd. Dus niks SWR of wat ook, maar goed, buizen eindtrappen werken altijd natuurlijk. En bovendien, als je de zee als tegencapaciteit hebt, dan heb je ook meestal weinig moeite om een signaal de lucht in te krijgen. Dus, maar dat is wel, ik bedoel, dat is op zich wel iets wat wel werkt. Ik heb zelf zo'n constructie een jaar of 8 gebruikt en dat werkte zeer tot tevredenheid. De resultaten waren eigenlijk bijzonder goed. Vaak hoorde ik stations die mensen met veel betere installaties niet hoorden. Ik vermoed dat die dan veel storing hadden. Dat had ik in die tijd niet. Momenteel is dat wat slechter gesteld. Maar in elk geval, dat antennetype, dat functioneert dus gewoon prima. En wat ik aan de storing gedaan heb, ja, dat is een QRM eliminator. Ik heb daar gisteren een filmpje van op internet gezet. En ja, ik denk dat als ik het geluid hier draai, dat toch eigenlijk ook... aangeeft hoe goed het ding werkt. Het werkt nog veel beter dan wat je hier hoort. De storing hier was afwisselend. Het piekte naar S7 en de storing ging naar zo goed als nul als ik de QRM eliminator aanzette. Maar op de momenten dat dus S7 storing was, dan hoorde je diverse stations niet. En het ding zet je aan en je storing is weg en al die stations die komen uit de ruis tevoorschijn. Het is een wonderbaarlijk apparaatje. Het is een uitvinding uit de jaren 30, zo'n X-Phase QRM eliminator. En je kunt het ook gebruiken voor signalen die wat verder weg zitten. Alleen moet je dan 2 goede antennes gebruiken. En niet 1 goede en 1 slechte. En ook daar moet je natuurlijk een beetje uitkiezen welke antenne dat je gebruikt. Volgens mij tik ik tegen het microfoonstatief aan. Maar je moet een beetje uitkiezen wat voor antenne je gebruikt. Dat is bij de antenne voor storing dichtbij ook zo. Voor dichtbij moet je dus 1 antenne hebben die gewoon je normale goede antenne is. En de andere die moet zo weinig mogelijk van het gewenste signaal ontvangen. En voor de rest zoveel mogelijk precies dezelfde storing als op die andere antenne. En door die storing dan in tegenfase te zetten met het gewenste signaal, gebeurt dat, of als het op de goede manier gebeurt, dan verdwijnt inderdaad tot aan 60, 70 dB toe je storing. Het is wonderbaarlijk. Ja, ik ben nog steeds wel erg blij met de QRM eliminator, hoor. Het verschil is nou wel niet zo groot, maar...
Het maakt toch veel uit, hè? Wegturen. Nou, tot zover het QRM-onderwerp. Volgt nu nog één of twee delen van de serie over de historie van onze hobby. Oh ja, ik weet niet of ik data heb. Ik moet even kijken of ik daar aan toe kom. Als ik zo zie, dan heb ik wel lang genoeg gepraat om ook tijdens de uitzending zoiets voor elkaar te krijgen. Het is erg vroeg. Het is 5:50. We komen nu aan bij deel 3 van de serie over de historie van onze zendamateur hobby. We waren gebleven bij de International Convention for the Safety of Life at Sea, die in 1913 werd gehouden naar aanleiding van de ramp met de Titanic. En verder het Amerikaanse besluit uit 1912, later door veel andere landen gevolgd, dat de amateurs alle golflengtes korter dan 200 meter mochten gebruiken, dat is 1500 kHz, omdat die toch onbruikbaar werden geacht. Rond 1915 brak de Eerste Wereldoorlog uit en gaandeweg kwam in de hele wereld de zendhobby tot stilstand. In de VS werd rond 1917 door het Amerikaanse congres bevolen dat alle zendamateurs, die dus nog steeds mochten zenden zonder vergunning, hun activiteiten moesten stoppen en hun zendinstallaties moesten ontmantelen. Het duurde na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, in sommige landen de Great War genoemd, nog lange tijd voordat de amateurs weer mochten beginnen. In de VS was het op 1 oktober 1919 zover. In de periode daarna maakte de zendamateurhobby een grote bloei door. In Nederland waren er in die periode tussen de beide oorlogen zelfs zendamateurs die mobiel waren met amateurtelevisie. Dat gebeurde overigens op bijzonder lage frequenties met een mechanisch systeem en een zogenaamde Nipkow-schijf. De BBC zond in die jaren met hetzelfde systeem televisie uit op de middengolf, met op de ene AM-zender het beeld, dat van een nogal lage resolutie was, en op de andere AM-zender het geluid. Niet alleen zendamateurs sloegen aan het zelfbouwen, maar ook de gewone man die geen kant-en-klare radio's kon betalen maakte zijn radio vaak zelf in die tijd. In Nederland stamt de naam van de VARA uit die periode, de Vereniging van Arbeiders Radioamateurs. VARA-leden konden vanaf de jaren 20 gratis of tegen gereduceerde prijs bouwpakketten voor radio's kopen die de leden zelf met een soldeerbout in elkaar moesten zetten. Een van die toestellen had de naam VARA Dine. Dus met een Y, hè? VARA, D-Y-N-E, naar het woord heterodyne. Het begin van de jaren 20 stond enerzijds in het teken van de uitvinding van het omroepstation, waarbij zowat ieder westers land in de veronderstelling is dat een van haar bekend geworden inwoners de omroep zou hebben uitgevonden. Anderzijds waren er de pogingen in die jaren van zowel Amerikaanse als Engelse amateurs om met een amateurzender de grote oceaan te kunnen overbruggen. Het lukte Amerikaanse amateurs het eerst om in Engeland gehoord te worden. In december 1923 werden de eerste Engelse amateurs ook in de VS waargenomen. Het eerste transatlantische tweeweggesprek tussen twee zendamateurs vond plaats op 27 november 1923 tussen de Amerikaanse amateur Fred Schell en de Franse amateur Léon Deloy. Een maand later vond ook het eerste contact tussen Engeland en de VS plaats. In de maanden daarop lukte het 17 Amerikanen en 13 Europeanen om soortgelijke verbindingen te maken. Het jaar daarna werd gemarkeerd door de eerste verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika, tussen Zuid-Amerika en Nieuw-Zeeland, tussen Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland en vervolgens ook tussen Londen en Nieuw-Zeeland. Dat alles was rond 1925. Ja, en dan volgt nu deel 4 van de historie van onze zendhobby. We waren gebleven bij de QSO's over de verschillende oceanen en de pogingen daartoe in de eerste helft van de jaren 20. Het was een tijd dat er nog geen amateurmachtigingen waren. Je mocht gewoon zenden, voor 1912 zelfs op alle banden en vanaf 1912 op alle frequenties boven de 1500 kHz. Ook mocht je zelf je roepnaam verzinnen. Er waren wel wat conventies. Nederlandse amateurs gebruikten bijvoorbeeld de P aan het begin van hun roepnaam, ook toen al. De internationale QSO's trokken de aandacht van de overheden en zorgden er uiteindelijk ook voor dat de International Radio Conference plaatsvond in Washington in het jaar 1927 en 1928. Die conferentie legde niet alleen de grondslag voor onze huidige prefixen en de rest van de amateurroepnamen, hoe die eruit zien. Ook werden de eerste amateurbanden vastgesteld. Dat was 80-75 meter, 40 meter. 20 meter en 10-11 meter. Dat was toen één amateurband. Veel mensen denken overigens dat SSB, dat vooral in de jaren 60 bij de amateurs ingeburgerd raakte, een uitvinding van na de oorlog is, maar dat is niet zo. Al in 1933 begon Robert Moore, Whiskey 6 Delta Echo India, met enkel zijband te experimenteren in de 75 meter band. Tegen 1934 waren al diverse amateurs in de VS QFV met deze mode. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons.
You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.